en heel wat rond het incident van Jason Pinas, van journalist Jason Pinas. Want de Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, heeft de internationale samenleving geïnformeerd over schending van de democratie in Suriname. Met name door de mishandeling van journalist Jason Pinas. Diverse buitenlandse media hebben melding gemaakt van dit geval en verschillende nationale organisaties hebben hun afkeuring uitgesproken hierover. De SVJ noemt de lafhartige wijze waarop Pinas is mishandeld een dieptepunt. Vicepresident Brunswijk gaf gisteren een reactie in het parlement. Voorzitter, laat me u alvast zeggen dat wat betreft persvrijheid, beperking aan journalisten om hun werk te doen, dat deze regering Santokki Brunswijk ons daarvoor nooit heeft schuldig gemaakt. Alle journalisten krijgen de vrijheid om hun werk naar behoren te doen. Maar over die incident gesproken, meneer voorzitter, is zo dat ik op een gegeven moment naar mijn auto liep. Iemand vroeg mij voor een 500 SRD om een recept te betalen. Dus ik stap in mijn auto en ik pak een 500 SRD uit mijn auto. Dus ik draaide weer om het geld te geven aan die persoon. Toen zag ik een journalist. Helemaal in mijn auto. Dus wat doe je hier in mijn auto? Dus toen heeft de veiligheid direct die man gepakt. En ze hebben hem afgevoerd. Dat is gebeurd. Dus wat de handeling van de veiligheidsmensen betreft, daarvoor ben ik niet verantwoordelijk. Zij kunnen hun werk. En daarvoor zal een rapport opgemaakt worden. En de betreffende instanties zullen dan die rapport krijgen en beoordelen. Maar in ieder geval zijn er ook andere instanties. Dat zij heeft zijn recht. Hij mag ook naar de politie. Hij mag gaan waar hij wil. Maar wat betreft de afvoer van die journalist, daar ben ik niet betrokken. Dus wat is gebeurd, dat is gebeurd. En daarvoor is er een incident. Meneer de voorzitter, dus dat is gebeurd. Dus we moeten eerlijk zijn. Journalisten die hebben ook een ethisch code. Als journalist moet je weten precies hoe je moet gedragen. De SVJ zegt dat het niet de eerste keer is dat lijfwachten van vicepresident Ronnie Brunswijk geweld hebben toegepast of hebben bedreigd. Organisaties zoals PRO, VES, VHP Media, Commissie, BEP en de NDP hebben hun afkeuring uitgesproken over het incident. De regeringsraad onder leiding van president Chandrika Prasad Santokki meldt via de communicatiedienst Suriname dat de regering de confrontatie die is ontstaan betreurt. De regering geeft aan dat de aangifte, welke is gedaan met zorg en urgentie, grondig onderzocht zal worden. Hiertoe heeft de regering een beroep gedaan op de waarnemend PG en wordt uitgekeken naar de resultaten van het onderzoek.